Hoi, ik ben Ilona. Ik wil eerst gaan kijken naar natuurlijk het wereldkampioenschap Formule 1. Ik vond het heel interessant hoe dat gegaan is. Ik had er ook best wel even een gevoel over. Dus ik heb zoiets van, ik wil er even met de kaarten naar kijken. We weten allemaal dat er natuurlijk heel veel zwarte invloeden is geweest. Zeker in die hele hoge topsport. Als er heel veel geld mee gaande is, dan weet je eigenlijk al dat er van alles en nog wat gebeurt. Ook onder bepaalde circuits, ook in Nederland gebeuren er allerlei dingen. Of hebben er in ieder geval dingen plaatsgevonden. In dit geval ging het natuurlijk tussen Lewis en tussen Max. Nou, Lewis is op zich al bekend dat er een heleboel, je kan een heleboel symbolen vinden. Gewoon als je gewoon kijkt naar wat hij doet, waar hij voor staat, dan weet je eigenlijk al dat dat gewoon een zwarte invloed is. Max weet ik niet helemaal. Ik ga er wel van uit. Hij heeft net een soort spotje opgenomen waarin hij dus vraagt om iedereen maar een steek te gaan halen. Dus ja, uiteindelijk maakt mij het ook niet zo uit waar iedereen precies staat. Het ging mij meer om wat er gebeurde. En dat vond ik heel interessant. Dus de race was eigenlijk, Lewis ging als eerste snel weg, terwijl Max dan pole 1 had, als ik het goed heb. Ik ben niet helemaal zo op de hoogte, dus mijn excuses daarvoor. Het gaat mij meer om wat er uiteindelijk gebeurde. Lewis was eigenlijk aan kop. Nou ja, had zo goed als het wereldkampioenschap gewonnen. Totdat er helemaal aan het einde een crash kwam. En dat was wel interessant. Sowieso, als je ook naar de cijfers kijkt om even. Max heeft natuurlijk nummer 33. Nou, dat kan natuurlijk ook met de vrijmetselaars te maken hebben. Daar hebben ze ook natuurlijk de 33ste graad. Wat volgens mij de hoogste graad is. Hoewel daarboven ook nog graden zijn, maar dat is wat ze naar buiten brengen als hoogste graad. Nou, 33 kan ook staan voor een meestergetal. Want in de numerologie staat het juist voor het getal van Jezus. Dus dat is ook wel heel interessant. Ik zie het ook altijd dat ze gewoon de symboliek overgenomen hebben. Want de elite zijn niet in staat tot iets creatiefs. Dus ze moeten eigenlijk altijd iets nemen wat een hele mooie betekenis heeft. En dan draaien ze en verfromfraaien ze het. In ieder geval 3 plus 3 is samen 6. En wie crashte er met nummer 6? Latifi. Die vloog in ieder geval, die had controle over zijn auto verloren en knalde tegen de zijkant. Toen kwam dus de safety car en toen moest er allemaal achtergereden worden, waardoor Max weer achter Lewis kwam te staan. En hij had ook wat wisselingen met zijn banden gemaakt, wat Lewis dus niet deed, omdat hij bang was dus op koppositie kwijt te raken. Maar daardoor won uiteindelijk Max wel. Want die vloog er in ongeveer een van de laatste rondes voorbij. En pakte hem dus. Vond ik heel interessant. Want ook nog even interessant te melden. Latifi is dus 17e geworden in het klassement. Dat is leuk hè, al die cijfers en getallen. Dus de nummer 17 van het reglement, tenminste van het klassement, knalde dus onverwacht op het einde Crestini. Waardoor dus eigenlijk de mogelijkheid kwam om er langs te gaan. En dat voelt een beetje als wat we gaande is in de wereld met de zwarte hoeden. Lijken aan kop, ze lijken ongenaakbaar, we kunnen er niet bij komen. En dan gebeurt er iets heel onverwachts, een soort Black Swan event. En uiteindelijk winnen de witte hoeden opeens. Tenminste, zo zie ik het. Er wordt op het laatste moment worden zwarte hoeden ingehaald. Dat wil dus niet zeggen dat ik geloof dat Max tot de witte hoeden hoort. Maar wel dat het een soort toneelstukje is. Een soort programmering eigenlijk. Dus op het laatste moment, als het lijkt als alles verloren is, komt er in één keer, gebeurt er iets zo onverwachts. Hup, race wordt gewonnen. Dus ik zie het eigenlijk meer als programmering. Los van waar iedereen erin staat. We weten al dat een heleboel beslist wordt van bovenaf. Ook bij Formule 1, ook bij andere sporten. Er wordt altijd heel veel gerommeld en gesjoemeld en geprogrammeerd. Dus ik vond dit wel een hele programmering. En ik ga even kijken wat de kaarten daarover zeggen. Dit is Bekers 4. Dat is interessant. Dat is de bovenste kaart. Dit is de geliefde, centrale kaart. De toren. Dat is in het verleden. De onderste kaart is de koning van bekers. En dit is de zegenwagen. Dus dit is de toekomstkaart. Nou, dat vind ik op zich juist heel mooi. Want eigenlijk heb ik ook het gevoel dat daarin, we hebben hier ook 3 grote arcanekaarten. Dus dit is ook heel belangrijk eigenlijk. We hebben de toren in het verleden. Wat voor mij het gevoel heb dat er al heel veel ook overgenomen is. Ook in die sporten.
dat er al heel veel, waarschijnlijk achter, dat zien wij nu nog niet, maar dat er al een heleboel overgenomen is. En ik denk dat de Witte Hoeden daarin ook al een flinke vinger in de pap hebben wat dat betreft. En dat daar al heel veel mensen en funderingen die niet meer kloppen, dat die weggehaald zijn. Want daar staat eigenlijk de toren ook voor. Een soort schok, even tenminste, er heeft een schok plaatsgevonden in de Formule 1. Zo'n gevoel. En ik denk ook met meerdere sporten dat er een heleboel eigenlijk gaande is nu. Op een heleboel terreinen. Ik denk dat een heleboel bedrijven die natuurlijk dat geld daarin pompen, zonder geld zijn komen te zitten. Ik denk dat we dat ook wel gaan zien. We zitten eigenlijk ook te wachten op natuurlijk de financiële markt die elk moment kunnen klappen. Maar in ieder geval heeft daar in de Formule 1 al een flinke opschudding plaatsgevonden achter de schermen. En het ging ook meer om het kiezen vanuit het hart. Dus voor mij denk ik ook echt dat die race stond voor een soort programmering. Wat eigenlijk die zwarte hoeden jarenlang of eeuwenlang met ons hebben gedaan. Ik denk dat de witte hoeden dat nu op hun manier gedaan hebben om te laten zien. Wij komen er even goed wel langs. Er gaat iets onverwachts gebeuren. Het lijkt alsof de andere kant gewonnen heeft. Maar dat gaat dus uiteindelijk niet gebeuren. Dus dat is wel heel mooi. Ook de vier van bekers past daarin. Dat is eigenlijk het afgesloten wat we zijn. Zeker in combinatie dat we nu veel meer vanuit ons hart mogen kiezen. Dat is natuurlijk ook waar de witte hoeden voor staan. Om die balans terug te brengen. Om uit die, dat afgesloten zijn. Afgesloten eigenlijk ook van onze ziel en van ons gevoel. Daar zijn ze eigenlijk mee bezig. Dat is ook het mooie van de koning van bekers. Die daar nog even ook bovenop. Ja, die staat ook voor het volwassen omgaan met gevoelens. Volwassen omgaan met emoties. Met de verbinding, met onze ziel, met connectie met God. Het is bijna het herstellen van, en het lijkt net of het nu, het gaat om Formule 1. Maar het gaat erom dat een heleboel mensen dat hebben gezien en dat dus ook opgepikt hebben. Want zo werkten de zwarte hoeden ook. Met allerlei openingen, zoals voor de Olympische Spelen. Ze programmeren. Nou, dit is dus eigenlijk ook een programmering. En deze programmering laat eigenlijk zien dat de teugels in handen worden genomen. En dat we ook echt, er komt even iets langs. Mijn excuses daarvoor, maar ik ga niet over wie er door de straat rijdt en wie niet. Maar hierbij kan je echt aangeven dat de zegenwagen, dat het in handen is. Voor mijn gevoel voor de witte hoeden. En dat ze ook steeds meer naar buiten gaan treden. Dus dat we het ook steeds meer gaan zien. We gaan ook dit soort dingen steeds meer zien. In de media en in de sport. Dat is in ieder geval mijn gevoel daarbij. Ik wilde ook even naar de showbiz kijken. Want wat is er allemaal aan de hand in de showbiz? We hebben natuurlijk nu een schandaal. Van een bepaalde zanger. Er zijn nu twee aangiften bijgekomen. Dus ik wil even kijken wat de show is, in ieder geval in Nederland, wat daar nu mee gaat gebeuren. En ik denk dat dat op grote schaal plaats gaat vinden. De gehangene. Dit is staven 6, dat is de centrale kaart. Dit is de koning van zwaarden. Dit is koning van staven. Heel mooi. En dit is de aas van bekers. Dus dit is eigenlijk een ja van, we gaan steeds meer dit soort dingen naar buiten krijgen. Dit wordt niet meer onder het tapijt gestopt. Het heeft heel lang ook een beetje stilgehangen. Maar nu komen dit soort dingen steeds meer naar buiten. Juist ook van beroemdheden. Wat ze nu eigenlijk echt hebben moeten doen. Want je wordt niet beroemd zonder ergens aan mee te hebben gedaan. Hoe beroemder je bent, zeker ook in Hollywood. En die zitten dan op een heel hoog niveau. Die krijgen heel veel geld, heel veel faam en gewoon heel veel grote bekendheid. Daar moet je wat voor doen. Dan moet je door een paar hoepels heen springen. Ook in Nederland, ook in kleinere landen. Dat maakt helemaal niks uit. Daar is nu ook door de witte hoeden, is dit eigenlijk ook een overwinning. Nu komen dingen naar buiten. Dus ik denk ook dat we daarin ook een nieuw begin gaan maken. Want dat staat eigenlijk ook de aas van bekers voor. En het geeft voor mij ook een duidelijke ja van dit gaat meer en meer. Er komt nu meer en meer naar buiten. Dus ik denk dat we wat dat betreft nog meer schandalen gaan zien. Meer dingen naar buiten. Juist ook betrekking op met kinderen. En met, dat komt steeds meer naar buiten. Dat wordt niet meer onder het tapijt geschoven. Dat kan ook niet meer. Want de mensen, die zwarte hoeden die de controle hadden, die zijn gewoon volledig aan het verliezen. En je ziet het eigenlijk al gewoon door hun handen heen glippen. Dus wat dat betreft, we zijn eigenlijk tegen. Het is echt de eindfase waarin we in zitten.
ik wilde het eigenlijk ook niet echt meer hebben over wat er gisteravond langsgekomen is. Want laten we eerlijk zijn, dat is allemaal opgeklopte gedoe. Het is echt een toneelstukje. Met de formatie ook is allemaal toneelstuk. Ik heb echt zoiets van, nou, laat het maar klappen. Wanneer dat gebeurde, weten we niet. Maar je ziet al dat er steeds meer paniek is. En dat ze eigenlijk ook helemaal niet meer weten welke kant ze op willen. Nou, dat vind ik op zich ook wel een goed teken. Dus laat het eigenlijk ook maar vallen. Wanneer dat mag gebeuren. Ik wilde ook nog even de energie van België bekijken. Daar werd ook een vraag over gesteld. Van hoe zit het nu met de energie van België op dit moment? Aas van Bekers. Heel mooi. De centrale kaart is zwaard 4. Dit is de Aas van Staven. Dat is in het verleden. Dit is de geliefde. Mooie kaart. Daaronder de centrale kaart. En Bekers van 5. Dus op dit moment lijkt het nog allemaal stil te staan in België. Het lijkt allemaal een beetje, ja, dat het geen kant op gaat. Maar dat is volgens mij een beetje een soort stilte voor de storm. Dat is ook mijn gevoel. De invloeden zijn heel mooi. De invloeden zijn eigenlijk ook weer invloeden van het gevoel dat terugkomt. Het herstellen van de balans om vanuit het hart te leven. Die invloeden worden steeds sterker. Dus dat zullen, ja, die komen steeds meer tot uiting. Dat mensen ook wakker worden. Mensen vanuit hun hart keuzes gaan maken in plaats van uit hun hoofd. Of alleen maar vanuit angst. Dat kan natuurlijk ook dat ze angstig zijn. Daar komen ze komen steeds meer in hun gevoel terecht. In hun... Ja, het eigenlijk maakt een soort herbeleving België vanuit het hart, om vanuit liefde en vanuit verbintenis en verbondenheid. Ja, een nieuwe manier van leven eigenlijk. Dus de energie van België is eigenlijk heel mooi, maar op dit moment lijkt het alsof er niet veel gebeurt. Maar er zal veel verdriet naar buiten komen de komende tijd. Heel veel verdriet. Misschien komen daar ook schandalen naar buiten. Bepaalde dingen die er gebeurd zijn. Ik heb het gevoel dat nu de tijd komt dat er steeds meer waarheid naar buiten gaat komen. Dus er zal veel verdriet zijn. Dat is ook, ja, niet te vermijden. Het is ook een soort helingsproces waar we doorheen moeten. Ook het gewoon, denk in alle landen, om gewoon te realiseren wat er al die tijd gebeurd is. Gewoon al eeuwenlang. Hoe wij misleid zijn, gemanipuleerd zijn, wat er met de kinderen gebeurd is. Dingen gaan nu naar buiten komen. Dat is echt mijn gevoel. Dus ik wilde het hier graag bij laten en tot de volgende video. Doeg!